Maar we gaan eerst even terug naar onze vorige uitzending. Hier komt deel 2 van Gek van een Solex. Gerben Lichthart, 2 weken geleden in Je Ziet Maar. Hij is helemaal gek van een Solex. Hij is lid van de Solex Club en doet mee aan tochten en wedstrijden. Aan het slot van de reportage deden we een oproep om ons te melden of men nog ergens een Solex had staan voor de club van Gerben. Dat hebben we geweten. Uit werkelijk alle hoeken van Nederland en België kregen we aanbiedingen. Voor onderdelen, helmen, banden, leren jassen en complete Solexen. Michiel Praal zocht een briefschrijver op. De heer Gerritsen uit Arnhem. Hij is 78 jaar en had in zijn schuur nog wel een Solex staan. Nou, die ziet er nog hartstikke mooi uit, hè? Ja, dat dacht ik ook, hè. Hoe lang heeft u dit ding dan al? Ja, van 68, hè. Ja. En u heeft altijd op een Solex gereden? Ik heb er altijd op gereden, ja. Maar ja, ik mag er niet meer op rijden. Oh, waarom niet? Ja, omdat ik bronchitis-patiënt ben, hè. Nou, heeft u naar Je Ziet Maar gekeken, hè? Kijkt ja. U altijd naar Je Ziet Maar? Ja. Ja, ik vind het een aardig programma. Hij er maar geen pop op doet. Geen popmuziek? Nee, geen popmuziek hoor. Dat houdt u niet van? Nee, want dan draai ik hem eruit. Maar u keek en u zag, worden Solexen gevraagd. Ja. En toen? En toen zei ik tegen de vrouw, hey, even dat adres noteren. Misschien dat we hem daar kwijtraken. Ja. Hoeveel moet hij opbrengen? Nou, laten we zo zeggen. Ik had 50 gulden in het hoofd zitten. En dan doet u het nog een beetje? Nee, hij doet niks meer. Hij doet het niet? Nee, hij is de vek. Oh, nou, dan is 50 gulden misschien een beetje te veel, hè? Nee, denk ik niet. Nee? Je moet eens kijken wat een banden dat er nog op zitten. Ja. Maar is die makkelijk te repareren, denkt u? Ja, dacht ik wel, ja. Nou, oké, ik bedank u hartelijk voor uw medewerking. En we geven het door dat hij te koop is. U was een van de vele honderden. Ja. En ik ben benieuwd of u hem kwijtraakt. Ja. Tot ziens, hè? Ja, tot kijk, hè?